Geef haar een microfoon en zij geeft je juice. In een recente aflevering van haar podcast legt Yvonne de verleidingsstrategie van Bachelor Paul onder de loep. Er zijn namelijk twaalf grietjes voor hem overgevlogen naar Kapverdië en daar zie genoeg smakelijks tussen, maar de nobele Paul gaat rechtstreeks op de bonenstaak af. Hoe heet ze? Oelinda? Oeganda? Tante Sidonia? Grap podcastcollega Mark Koster. Deze meid verbleekt volgens hem naast de andere opties van Paul. In verhouding met al die baamshels. Beetje lekker ordinair, titen, lipjes. Voor Yvonne is het glashelder waarom Paul dan toch voor Tante Sidonia gaat. Hij wil natuurlijk het lekkerste wijf, he. Huh? Er zijn twintig andere meiden. Het is één groot kippenhok. En zij willen zich niet zo. Hij gaat met het lelijke eentje, om de knappe eentjes onzeker te maken. Gokt Mark. Yvonne weet dat zeker. Ze denken dan: waarom gaat hij met haar en niet met mij? Ik ben toch duidelijk knapper. Als opeens het lelijkste eentje wordt versierd, dan zijn ze helemaal van de leg. Mark snapte direct. Als je de knapste wil hebben, moet je de lelijk. Het is niet de eerste keer dat Yvonne haar tanden in Pauletje zet. Jij hebt dan al te grazen genomen door zijn CV even door de shredder te trekken. Lacht Koster. Hij doelde op de juice die Yvonne eerder naar buiten bracht. Bachelor Paul is een ontslagen stagiaire en geen volwaardig advocaat, zoals hij zelf in ja ik weet dat advocaat stagiaire door jullie advocaten als advocaat wordt gezien. Ik krijg daar elke keer die mes over. Hoezo is iemand in opleiding al een advocaat? Kultekrap, sneert Yvonne naar alle wel in haar de mes. Ben ik met je eens, al dus chronisch ja knikker Mark.